Ik ben Hans van Beers en ik mag je de dag voorzetten. En dat is even plezierig als ook wel een beetje ingewikkeld. Want het onderwerp waar het over gaat is, laat ik zeggen, even prikkelend als gecompliceerd. Ja, ik ben ik. In woorden, in gedicht, ben ik ik. Misschien ben ik ik. In woorden, in gedicht, ben ik ik. Mijn naam is Nick Zwart, ik ben schrijver en interdisciplinariteit is voor mij de gewoonste zaak van de wereld. Dan kan ik het niet maken. Voorvoegsels als multi en inter winnen aan belang. Dus niemand zal zich verwonderen dat vanmiddag het thema interdisciplinariteit centraal staat. Dus vanmiddag in symposiumvorm. Vanavond willen we laten zien wat er in Brabant op dat gebied inmiddels al is gerealiseerd. En we hopen dat dat een inspiratie zal zijn voor de toekomst. Wat heel belangrijk is, dat kunst en de mens zijn constant in ontwikkeling. Interdisciplinariteit is voor mij voornamelijk een
zeer diepgeworteld generalisme, bijna een antispecialisme en een bijna ziekelijke nieuwsgierigheid. Dit eerste advies van uw poëtisch adviseur wordt interzintuigelijk bemiddeld en dient steeds weer interzintuigelijk te worden opgeroepen. Dat wil zeggen, moeten gewenningen en eenzijdigheden van uw ambt bij iedere raadpleging doorbreken, zodat de dwingende afstand tussen doel en middelen overwonnen wordt en u in staat bent gesteld om met heel uw wezen te luisteren. Multidisciplinariteit in eigen persoon.